Excellentie, dames en heren. In mijn jeugd reed ik ieder jaar tenminste één keer over de afsluitdijk. In die jaren het voorbeeld van het Nederlandse kunnen op het gebied van waterwerken en dijkaanleg. En zoals u misschien weet, staat er op het punt waar de dijk werd gesloten, de Vlieter, een monument met de tekst: een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. En toen ik met de voorbereiding van deze korte inleiding begon, moest ik aan die tekst denken. Ik zou die dan ook als motto willen gebruiken, omdat ze zo wonderwel past bij alle onderwerpen van vanochtend. Het doel van onze research is immers de toekomst van Philips zeker te stellen. Zoals goed onderwijs de beste investering voor de toekomst van ons land is. En zoals de EEG-samenwerking op het gebied van research en ontwikkeling tot doel heeft om de levensvatbaarheid van de Europese economie te verbeteren en op wereldniveau te brengen. Ik ben daarom blij dat het initiatief van de NatLab-directie om aan haar 75-jarig bestaan aandacht te besteden door middel van dit symposium. Als mijn bijdrage aan deze bijeenkomst zou ik iets willen zeggen over het innovatieproces bij Philips en de rol van de research daarin. Innovatie is voor ons essentieel. In de elektronische industrie vindt de vernieuwing van het productenpakket in steeds hoger tempo plaats onder druk van een moordende concurrentie. In de consumentenelektronica bijvoorbeeld moet het productassortiment ieder jaar worden vernieuwd. Maar ook in de zogenaamde professionele elektronica neemt de economische levensduur van complexe apparaten en systemen voortdurend af. Sprekend over innovatie gebruik ik vaak de volgende definitie. Innovatie is de succesvolle introductie van iets nieuws. Drie woorden zijn hier essentieel. Iets nieuws, introduceren en succesvol. Allereerst moet er sprake zijn van iets nieuws, een uitvinding. Bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze of een nieuw product. Maar dan moet er ook iets mee gebeuren. Een werkwijze moet worden toegepast in een laboratorium of in een fabriek. Een product moet daadwerkelijk in de markt worden verkocht. En tenslotte moet het nog succesvol zijn ook. De nieuwe werkwijze moet leiden tot betere en of goedkopere producten. Met het nieuwe product moet de klant tevreden zijn en de onderneming winst maken. Slechts als aan al deze voorwaarden is voldaan, mogen wij spreken van innovatie. Innovatie is niet het alleenrecht of de verantwoordelijkheid van uitsluitende research. Integendeel, iedereen dient innovatief te zijn. De laboratoria, de fabriek, maar evenzeer de commerciële afdeling en het management. Slechts door een optimale samenwerking van alle disciplines en van alle bedrijfsfuncties kan innovatie inderdaad leiden tot een succesvolle introductie van iets nieuws. Maar laat ik me nu beperken tot de bijdrage van de research- en ontwikkellaboratoria, R&D in de wandeling. Dat vindt in onze onderneming op drie organisatorische niveaus plaats. In de business units, de productdivisies en op corporate niveau. In de business unit, waar men het dichtst bij de markt staat, worden de producten van vandaag verbeterd en die van morgen ontworpen. Op het niveau van de productdivisie staat de middellange termijn centraal. Daar wordt gewerkt aan de producten van overmorgen en aan zaken die voor meerdere business units binnen de eigen divisie van belang zijn. En tenslotte de corporate R&D, in de wandeling vaak research genoemd, die zich bezighoudt met langere termijn, waarbij het vaak gaat om onderwerpen die voor meer dan één divisie van belang zijn. Om het nog anders te formuleren, de taken van de corporate research zijn de volgende. In de eerste plaats het hebben van een lange termijnvisie op de technische mogelijkheden voor de elektronische industrie. Onder andere door zelf research te doen op zeer hoog niveau en door de wetenschappelijke ontwikkelingen in de wereld te volgen. In de tweede plaats uitvindingen te doen en bij te dragen
aan de opbouw van een octrooiportefeuille van een zodanige omvang en niveau dat onze onderneming vrijheid van handelen in de wereld heeft. En tenslotte, het ondersteunen van de productdivisies bij moeilijke, lange termijn problemen en door topkennis en know-how alle relevante gebieden ter beschikking te stellen. Ik denk dat we met gepaste trots mogen vaststellen dat onze corporate research en met name het NatLab in de afgelopen 75 jaar erin is geslaagd om deze taken met succes te vervullen. Vele belangrijke Philips-producten vinden hun oorsprong in de research of berusten in belangrijke mate op research bijdragen. Ik geef een klein lijstje. Optische recording, de compact disc en haar vele afgeleiden. Magnetische materialen, Ferrox Cube en Ferrox Dur. Vele aspecten van de moderne beeldbuis, maar ook liquid crystal displays. Technologie voor het maken van geïntegreerde schakeling, LOCOS, I²L, MEGA. De TL-lamp, de lage druk natriumlamp en de hoge druk kwiklamp. Maar ook de huidige PL en SL zijn mede gebaseerd op NatLab bijdragen. Medische röntgenapparatuur, met in het bijzonder de roterende anode en de röntgenbeeldversterker. De transmissie-elektromicroscoop, de röntgendiffractometer en de koudgaskoelmachine. En tenslotte, op het gebied van dataprocessing en communicatie, noem ik SOFOS, Megadoc, een vocoder voor mobiele telefonie en glasvezelsystemen voor breedbandige communicatie. Bovendien beschikken we inderdaad over een octrooiportefeuille die ons in staat stelt met onze grootste concurrenten cross-licentieovereenkomsten te sluiten en hebben we bovendien aanzienlijke netto-inkomsten uit de exploitatie van onze octrooiportefeuille. Toen Gilles Holst 75 jaar geleden bij Philips in dienst trad, kreeg hij tot taak om de productie van gloeilampen te verbeteren en nieuwe types gloeilampen te ontwikkelen. Zeer duidelijk gericht onderzoek ter ondersteuning van de firma. Parallel aan de expansie van de onderneming nam de breedte van het onderzoeksterrein toe. Geleidelijk kwam er ook ruimte voor langere termijn research. In die beginjaren waren er nog maar heel weinig industriële research laboratoria in de wereld. Het General Electric Lab diende in meer dan één opzicht als voorbeeld. Dat alles is nu grondig veranderd. Elke grote elektronische onderneming heeft haar eigen R&D-organisatie. En de laatste jaren zijn in het bijzonder de inspanningen in Japan geweldig toegenomen en liggen nu op vergelijkbaar niveau als in de Verenigde Staten en in Europa. Sterker nog, wij zullen in Europa moeten oppassen dat de uitgaven voor research en ontwikkeling als percentage van het bruto nationaal product niet te veel achterblijven bij die in Amerika en Japan. Het betekent ook dat het NatLab zich nu moet meten met een groot aantal voortreffelijke research laboratoria. Het betekent ook dat de druk op onze research is toegenomen. De geweldige uitgaven voor research en ontwikkeling die wij ons elk jaar getroosten, te weten ruim 8% van de omzet, oftewel meer dan 4 miljard gulden per jaar, waarvan 600 miljoen voor research, moeten optimaal worden benut. De efficiency en de effectiviteit moet maximaal zijn. Dat betekent vooral ook een optimale samenwerking tussen productdivisies en research. We kunnen ons niet meer veroorloven als de verschillende schakels in het innovatieproces van research tot commercie, of zoals men ook wel zegt, van zand tot klant, in serie staan geschakeld. Er moet zodanig worden samengewerkt dat het innovatieproces zo kort mogelijk duurt. Daarom geven we de productdivisies een grote zeggenschap over de research en omgekeerd de research invloed op de productmarktplannen van de productdivisies. Nog een andere observatie. Er gebeurt zoveel research in de wereld. Er zijn zoveel nieuwe ideeën dat geen enkele onderneming de illusie mag koesteren alles zelf te kunnen. Ik wees daarom op het belang van het hebben van een goede octrooiportefeuille om op basis daarvan met concurrenten licentieovereenkomsten te kunnen sluiten.
Maar in dit verband zou ik ook willen wijzen op het grote belang van samenwerkingsprojecten op het gebied van research en ontwikkeling met andere ondernemingen, met name in Europa. Het grote succes van programma's als Esprit, RACE, Eureka en vele andere hangt vooral samen met het feit dat Europese onderzoekers op vele niveaus elkaar nu hebben leren kennen en respecteren. Bovendien verlagen deze projecten de risico's en worden de meestal enorme kosten gedeeld. Ten slotte, een laboratorium is de som van zijn medewerkers. Het is hun kennen en kunnen, hun inzet en enthousiasme die het succes van een laboratorium bepaalt. Ik ben daarom ook blij dat de heer Deetman over het hoger onderwijs zal spreken. In het algemeen gesproken hebben wij in Europa en ook in Nederland goed onderwijs, vooral tot en met het niveau van bachelor. Al zouden wij graag zien dat meer vrouwen voor een technische opleiding kozen, dat de basisvakken wiskunde en natuurkunde, maar vooral ook het talenonderwijs, nog meer aandacht zouden krijgen. Waar we wel zorgen over hebben, is over de topopleiding, voor de graad van master en van doctor. Mijns inziens hangt dat samen met de egalitaire geest in Europa en met het ontbreken van echte centers of excellence. Wat Nederland betreft zou ik in dit verband de tweede fase willen noemen, die nog lang niet overal echt van de grond is gekomen. Alleen als ons onderwijs tenminste even goed is als het beste in de wereld, kunnen we verwachten in de toekomst succes te hebben, als Europa, als Nederland, als Philips. Eén ding staat vast. In jongere landen, China, Japan, is de jeugd geweldig leergierig en er is een enorme drang om vooruit te komen. En het onderwijs staat op hoog niveau. Excellentie, dames en heren. Ik ben begonnen met het motto, een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. Ik heb veel gesproken over het belang van innovatie en research. Op mondiale, op landelijke schaal en op dat van onze onderneming. Ik heb laten zien dat het NatLab haar bijdrage levert. Maar er is ook reden voor zorg. Wij zijn niet langer alleen op de wereld. De concurrentie komt overal vandaan. Alleen het beste is goed genoeg. En daarom ben ik geëindigd met het onderwijs. Het is tenslotte steeds weer de nieuwe generatie die het werk moet voortzetten en aan haar eigen toekomst moet bouwen. Ik dank u voor uw aandacht.